ga binnen 48 uur in alle achtbanen van heel Nederland. En ik ga mijn best doen om niet te gillen. Wat is dit? De laatste minuut en ik ben er bijna. Ik hoop niet dat hij nu dicht gaat. Hallo familie, mijn naam is Rutger en welkom bij een van de meest extreme challenges ooit. Ik ga binnen 48 uur in alle achtbanen van heel Nederland. Dat betekent dat we als een gek naar de 7 grote attractieparken van Nederland gaan. En als dit lukt, heb ik denk ik een record te pakken. Ik weet niet of iemand dit ooit eerder heeft geprobeerd, maar het lijkt me niet. Ik bedoel, wie doet zoiets? Maar voordat ik de stopwatch aan ga zetten en mijn 48 uur inga, wil ik heel graag dat je een voorspelling doet. In hoeveel achtbanen ga ik binnen 48 uur? Laat je voorspelling eventjes weten in de reacties. Zijn dat er 5? Zijn dat er 10? 15? 20? 100? Ik ben heel erg benieuwd. En geef de video nu een duimpje omhoog. Want bij 30.000 duimpjes weten dat jullie deze challenge leuk vinden. En dan ga ik nog een keer alles door heel Nederland doen. En ik zag laatst in mijn statistieken dat de helft van de kijkers nog steeds niet is geabonneerd op mijn kanaal. Het is je vergeven als je nu eventjes op de rode abonneerknop drukt onder deze video, want dan sluit je je aan bij de allerleukste kijkersgroep van heel Nederland. Het is helemaal gratis en we zijn hard op weg naar de 800.000 abonnees. Oké, dan ga ik nu de stopwatch erbij pakken. Dan gaan mijn 48 uur om in alle achtbanen van heel Nederland te gaan in 3, 2, 1, start! Welkom in de auto en mag ik jullie voorstellen aan mijn bodyguard, mijn visagiste, mijn styliste, mentaal begeleider, Sarah! Hey. Ik heb een soort van plan bedacht. Laten we eerst naar het verste park gaan. Dat is Slagharen. Het is 9:45 en om 10:00 gaat het park open. Dus we zijn precies op tijd om deze achtbaan marathon te laten beginnen. En heel lief, want Slagharen die wil meehelpen. Dus we hebben een golfkarretje geregeld. De missie gaat nu officieel beginnen. We zijn gearriveerd bij de eerste achtbaan. Het is een warming-up. Deze kunnen we hebben. Altijd een spannend moment voor mij. Of ik er nou in mag. Nog net. We zijn ook echt de eerste die erin gaat. De achtbaan staat er helemaal klaar voor. Dit is de Mine Train, de allereerste achtbaan van deze marathon. Laten we maar gaan. Ik ben ook gewoon echt helemaal in mijn eentje. Wel chill, want het regent heel hard, maar ik zit droog. Daar gaan we. Achtbaan nummer 1. Ik ben wakker. Goedemorgen allemaal. Op naar achtbaan nummer 2. We zijn bij de Gold Rush. Oh my god, kijk even hoe heftig dit is. Oh, je wordt gelanceerd hier denk ik. Dit is echt niet leuk. Start hem maar jongen, dan ben je klaar mee. Oh, ik wil het niet. Oh god, nee. Ja, ik ben Rutger. Nee, ik ben het niet. Oh my god, deze achtbaan was intens. Maar hey, Slagharen. Check. Op naar de auto en op naar het volgende park. En dat is Hellendoorn en het is 3 kwartier rijden. Oh, wegafsluitingen. Oh no. En waarschijnlijk vanwege boeren die aan het protesteren zijn. We moeten heel snel gaan. Kijk waar we rijden. Dit is geen snelweg. En inmiddels loop ik in het park. Er is ook een tornado opkomst. Dat is de eerste achtbaan. Ik hoop dat ze nog vaststaan. Ik heb weer helemaal niet de baan bekeken, maar dat merken we vanzelf al zo meteen. En een beetje leuk op avontuur hier zo in Hellendoorn. Ik ben niet meer de enige in de achtbaan, maar ik ben bang wel degene die het hardst scheelt. Achtbaan nummer 3 zit erop. Dit is wel een hele bijzondere achtbaan. Hier word je volgens mij heel misselijk van. Dit is in ieder geval achtbaan nummer 4. En we zijn tot nu toe 3 uur onderweg. Oh, dit is helemaal niet leuk. Oh. Oké, klaar. Kom maar weer. Wat is dit? Ja, nu weet ik het wel. Hij mag uit. We zijn bij achtbaan nummer 5. Achtbaan nummer... Wil jij even 1 erbij? Ja. De rioolrat. Geheime deur. Ik vind dit heel eng. Ik hoop dat jullie wat kunnen zien. Ik ben hier nog nooit in geweest, dus... Ja. Dat was leuk. Oh god. Alle achtbanen van Hellendoorn, check! We gaan naar Walibi. En in Walibi hebben ze volgens mij echt de heftigste achtbanen van heel Nederland. Dus dit wordt wat. Help! Yes! Ja, veel plezier! Dankjewel! Oh my god! Ga je nog aan? Ja, hij doet het nog! Oh my
Oh, die speed of sound, die was zo heftig. Ik moet gewoon even bijkomen. Daar zit ik dan, de volgende spectaculaire achtbaan. De Draco. Hey, hard gaan. Tijd voor de volgende achtbaan, de negende. Wil je zwaaien? Ik ben bang. Daar gaan we. Deze zit wel erg lekker, moet ik zeggen, vergeleken met heel veel anderen. Daar gaan we al. Ik ben er nog helemaal niet mentaal klaar voor. Het gaat echt achter elkaar door dit. Ik heb helemaal geen zin in. Oh nee. Wat dood ik! Komen. Oh god, wat is dit nou weer? Het was al klaar hoor. Oh god. We gaan door, we gaan naar Untamed. Ik ben nog nooit in Untamed geweest en ik heb er goede dingen over gehoord. We moeten wel trouwens een beetje haasten. Het is namelijk inmiddels 1:30 geweest. En ik wil eigenlijk nog één park vandaag hierna doen. Dus we moeten echt opschieten. Oh, daar gaat ie. Zo eng. Oh. Jongens, de baan is schuin. Wat is dit? Nog een keer. Stop maar. Tranen van geluk. En we zijn inmiddels aangekomen bij, je ziet het al, de Goliath. Volgens mij is dit de hoogste achtbaan. Ik kan eigenlijk niet meer, maar we gaan gewoon door. Alles wordt nog eventjes gedesinfecteerd en dan kunnen we gaan. Achtbaan nummer 11 of 12, ik weet het niet meer. Hey, deze was wel echt vet. Deze is heel leuk. Oeps, misselijkheidsstatus na deze rit is 7 van de 10. Snel door naar de volgende en die is hier. Dit is de Condor. Ik ben echt de tel kwijt. Ik denk 12. Ik heb gewoon geen zin in deze achtbaan. Ik vind deze gewoon niet leuk. Ik zal heel eerlijk met jullie zijn, die andere vind ik wel leuk. Deze is gewoon echt niet leuk. Met mijn veel te lange benen. Dit is echt een moedje, een verplicht nummer en het regent. Dat deze niet leuk was. We hebben nog één achtbaan te gaan, dat is de Express. Oké, het regent dus nu zo hard dat de baan tijdelijk even is gesloten. Maar de tijd, die tikt dus inmiddels door. Het is 2:30 geweest. En ik wil hierna nog naar een ander park, want anders gaan we het nooit redden binnen 2 dagen. Dus het wordt heel spannend. Ze zeiden veel plezier. Blijkbaar gaan we plezier hebben. Oh, ik heb er echt geen zin in. Huh? Doe het niet. We hebben nu officieel alle 8 banen gehad van de Alibi. Ik heb het overleefd. Oké, ik moet even snel tussen het eten door dit vertellen. We hebben besloten om naar Toverland te gaan. Dat is in Limburg. In verband met de planning van morgen komt dat nu het beste uit. Maar het is wel 2 uur rijden. Dat betekent dat we daar om 5 uur aankomen. En om 6 uur gaat het park dicht. En dan moeten we 5 8-banen doen in 1 uur. We gaan. En ik sta ineens midden in Toverland. En hier achter me is de eerste 8-baan van Toverland. En de 14e 8-baan van deze challenge. En de Toos Express is vertrokken. Wow. Wauw, en dit was weer even een goede warming-up. Op naar de volgende. De boosterbike, en hier zit je dus op motoren. Ik heb nog nooit zoiets gedaan, ik ben heel erg benieuwd. Oh, dit is vet, kijk. Oh, dit is wel echt heel tof gedaan. Ik denk dat we elk moment worden gelanceerd. Woo! Oké, jongens, het is 5:30 bijna en we moeten nog 3 attracties. Ik hoop dat we dit gaan halen. We moeten heel snel door. Hier is die, het is de wervelwind. Gaat er ook wel zo'n wervelwind heel snel in. Ik heb nog nauwelijks wat van deze baan gezien. Die zag ik even niet aankomen. Nog 2 achtbanen te gaan en we staan nu bij de Phoenix. Karretjes die hangen los boven de baan. Oh my god. Oké. 17:38. Nog 2 banen, het moet lukken. Ik heb nog nooit in zo'n achtbaan als deze gezeten. Als dit maar goed gaat. Oh my god. Zo vet. Dit ding is hoog. Oh my god. Waarom wilde ik voorin? Oh, ik vind het doodeng. Ik vind dit niet leuk. Oh, dit is doodeng. Oh, god. Ik heb
hier geen woorden voor. Oh my god, dit is echt zo'n vette achtbaan. Het is 17:49. Dat betekent dat het park over 11 minuten dicht gaat. Wat dus ook betekent dat ik nog 11 minuten heb om in deze achtbaan te gaan. Moet niet nu in de laatste 11 minuten misgaan, toch? Dit is in ieder geval de Troy in houten achtbaan. Die kan ik wel hebben. Ik heb gehoord dat hier mensen 24 uur in hebben gezeten. Dan moet ik het ook nog wel kunnen. De laatste minuut en ik ben er bijna. Ik hoop niet dat hij nu dicht gaat. Jongens, ik zit erin en het is letterlijk de laatste ronde van de dag. Het is 6 uur. Het park gaat dicht. En ik heb het gehaald. Oh my god, volgens mij gaat dit harder dan ik dacht. Achtbaan nummer 18. Oh, dit is ook hoog. Oh mijn god. Oh, waar gaan we heen? Wat is dit? Deze zag ik even niet aankomen. Oh my god, dit was heftig. Niet normaal. En de terugreis is begonnen. En ik kan niet meer zelf rijden. Ik zie allemaal sterretjes. Wat een dag. 18 achtbanen. Het is gelukt. Maar we zijn natuurlijk nog lang niet klaar. De teller staat op 9 uur. Dus we hebben nog behoorlijk wat park te gaan. Laten we maar naar huis gaan. En dan morgen weer fris uit de veren. Goedemorgen allemaal. Je hoort het misschien een beetje aan mijn stem. Het voornemen om niet te gillen in de achtbanen is niet gelukt gisteren. De tijd staat op 23 uur en 59 minuten. Bijna 24 uur. Ik wacht nog even op mijn lieftallige wederhelft. Maar hey, daar hebben we gelukkig editing voor. Tadaa! Fris en fruitig. Zo, ik heb mijn koffie gehaald en het zonnetje schijnt gelukkig vandaag. Het plan is in ieder geval om naar... Duinrel! Ja, we gaan naar Duinrel. En we zijn gearriveerd. Ik heb vandaag een upgrade. Deze had ik eigenlijk al lang besteld, een GoPro. Maar die was wat vertraagd met de post. Maar vandaag heb ik hem dus wel, dus we hebben extra vette beelden vandaag. Ze worden zo snel mogelijk naar alle achtbanen gebracht. We hebben geen tijd te verliezen. En we hebben de eerste achtbanen voor vandaag gevonden. Maar we beginnen rustig, namelijk met de Kikker achtbaan. Dat is echt mijn jeugd, daar ben ik vroeger heel vaak in geweest. Dat is dan achtbaan nummer 19. Oh, daar gaan we. Ik zit er ook gewoon helemaal alleen in. Oké. Bijna bij de finish. Achtbaan nummer 20 is de Dragonfly. Ik heb gewoon heel de achtbaan weer voor mezelf. Handjes in de lucht, daar gaan we. Oh, dit is toch wel heftig. Deze was ook tof. En dan nu de heftigste achtbaan van dit park. De Falcon met een looping. En hij gaat recht naar beneden, dus dit wordt wat. Oké, er is niks aan de hand, Rutger. Niks aan de hand. Oh my god. Oh, wat erg dit. Oh my god. Oké, ik ben helemaal wakker. Wat een recordtijd hebben wij neergezet, hè? We hebben het denk ik in ongeveer 20 minuutjes gedaan. Alleen nu gaan we naar Drievliet. We staan in de rij voor het park en het is 11:15 in de ochtend. We moeten echt een beetje gaan haasten. Op naar de eerste achtbaan. Formule 1 heet die, ik weet het niet zeker. Het is een rode achtbaan. Wow, hij is best heftig volgens mij. Ik ben heel benieuwd. Oh, we gaan al! Nou, deze kon ik wel hebben. Ik ben inmiddels heftiger gewend. En deze Formule achtbaan was achtbaan 22. En nu staan we al bij achtbaan 23. Daar gaan we. Ik herinner me nog dat de bochten hier heel erg pijn doen. Dus ik ben benieuwd. Wat? Is hier nog een achtbaan? Er is hier nog een achtbaan. Oh gosh. Oh. Au. Oh. 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 Wat een... Oh. Wow. Dik bukken. Wat een marteling dit ding. Ik zat dit in de achtbaan en ik zag ineens een andere achtbaan waarvan ik het bestaan niet vanaf is. Dus blijkbaar zijn er niet twee, maar drie achtbanen hier. De Dynamite Express. Snel. Alright, die zit er ook weer op. Ik was onderweg naar de uitgang en toen zag ik ineens hier nog een soort van... Oh ja, dit is een achtbaan, hier moet ik ook in. Achtbaan 25. Wow, daar gaan we. We spinnen in het rond. Wat een prachtig uitzicht. Het is wel even een sensatie. Goed dat ik deze achtbaan niet gemist heb. Ik word kotsmisselijk hiervan. Wat draai ik hard! Oh my god, dit is niet normaal! Wat gebeurt er? Nu hebben we wel alle achtbanen hier gehad. Dus laten we snel naar het volgende en laatste park gaan, namelijk de Efteling. We hebben natuurlijk superveel achtbanen. Ik heb geen idee hoe laat het is, dat ga ik zo meteen kijken. Eerst maar even naar de auto. En ik ben in de Efteling. We hebben dus 25 achtbanen tot nu toe gehad. En hier staan de laatste 6. We moeten nog 6 achtbanen doen. Dus geen tijd te verliezen. Het park is alleen
ineens zo groot. Ik weet niet precies wat de goede volgorde is. Laten we gewoon maar gaan kijken. Ik sta bij de allereerste achtbaan. Het is gelijk een nieuwe. De Max en Moritz. Dus daar gaan we. Oké, okay, oké. Okay. Ik mag eigenlijk niet filmen. Achtbaan nummer 27. En het is er niet zomaar één. Nee, het is de Baron. We hebben 27 achtbanen gehad. We gaan op weg naar nummer 28. De Vogelrok. Die is in het donker. Ik weet niet of jullie iets gaan zien. Maar geloof me, ik ga erin en dat zul je wel horen. Yes. We zijn onderweg naar achtbaan nummer 29. En het is 3:30 geweest. Ik hoop gewoon dat het gaat lukken. Waarschijnlijk herken je hem al. We staan bij een van de meest bekende achtbanen van de Efteling. Namelijk de Python. Dus laten we er maar ingaan. Ik kan hem niet goed vastmaken in deze achtbaan. Maar ik zit erin, geloof me. Daar gaan we. Uh-oh. We zijn gearriveerd bij de één na laatste achtbaan van de challenge, de Vliegende Hollander. Dus laten we er snel in gaan. We hebben nog niet heel lang meer voordat het park dicht gaat, dus we moeten haasten. Dit is wel een van mijn favoriete achtbanen ooit trouwens. Ik kan niet nat worden. Daar heb ik geen zin in. Waarom gaat hij zo hard? Zo leuk deze. Dat betekent nog maar één achtbaan te gaan. Oké, jongens, ik ben onderweg naar de allerlaatste achtbaan. Het moet gaan lukken. Dan heb ik alle achtbanen van Nederland gehad. Waarschijnlijk weet je wel welke achtbaan dit is. Nummer 31. Zo, ik heb bijna geen stem meer. Joris en de Draak. Daar gaan we, jongens. Dik gewonnen. Kijk dan. Heel dik gewonnen. Het is gelukt. Oh my god, ik had nooit verwacht dat het zou lukken, maar het is gewoon gelukt. Even bijkomen, laten we naar de auto gaan. 31 uur, 54 minuten en 34 honderdste. Dat is de officiële tijd. Ik daag jullie allemaal uit om dit record te verbreken. Als dat je lukt, laat het dan eventjes weten. Maar film natuurlijk wel het bewijs. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken. Als jullie dit een toffe video vonden, geef eventjes een duimpje omhoog. Want ik ben helemaal kapot gegaan voor jullie voor deze challenge. Echt alles draait. Dus ik ga even een paar dagen bijkomen. Sarah, ik wil jou ook heel erg bedanken voor alle hulp. Ik vond het heel leuk en heel intens. Maar we hebben het overleefd. Ik wil ook alle parken bedanken omdat ik super goed ben geholpen om deze video zo op te nemen. Want anders was het echt nooit gelukt. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Druk even op de rode knop onder deze video. Want dan ben ik volgende week donderdag weer terug met een nieuwe video om 4:00 middags. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei doei!